Hoe leuk is deze om wat bloemetjes in te zetten? Dinerborden met een klein randje. Ja, dit lieve mensen, dit servies. Hey, super leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op het YouTube kanaal van Action Nederland. Ik ben Kelly, ook wel bekend als Kelly Caresse. En ik mag weer een hele leuke nieuwe video maken voor Action. Waarbij we aan de slag gaan met een super leuk project in mijn tuin. Ik ga voor een klein budget de eettafel een hele mooie make-over geven. Ik ga aan de slag met mooie tafelkleed, tafelloper, borden, bestek, decoratie, mooie karaf, gezellige lampjes. Nou, al dat soort dingetjes. En ik ga jullie laten zien hoe ik met mijn budget een heel toffe make-over overdoen in onze tuin aan de eettafel. Het kan natuurlijk zijn dat ik producten koop die je in jouw Action niet meer kan vinden, want het assortiment verandert natuurlijk regelmatig, maar vaak kun je toch ook wel soortgelijke producten vinden. Ik ga zo lekker de Action in. Ik heb er heel veel zin in. Ik ga jullie gewoon lekker meenemen met de camera. Ik ben heel erg benieuwd naar jullie tuin makeover ervaringen. Zijn jullie al aan de slag gegaan met jullie tuin met leuke producten van de Action? Laat het even weten bij de reacties. Doe alvast een duimpje omhoog als je zin hebt in deze video. Dan ga ik nu lekker de Action in. Ik neem jou gezellig mee. Nou, deze zijn natuurlijk super gezellig om een lekkere salade in te doen. En voor de kinderen neem ik deze bekertjes mee. En deze bakjes zijn ook echt heel leuk voor snackjes en fruit en chipjes en zo. Hoe leuk zijn deze staaltjes? Hoe leuk is deze? Tadaa! Ik ben terug van de Action. Het was echt super leuk shoppen, want ze hebben echt weer zoveel leuke spulletjes. En ik was lekker bezig met mixen en matchen. En ik wilde mooie tafellaken en ik wilde mooie servies. En ik heb het allemaal weer naast elkaar gehouden en zo. En ik ben eruit, dus ik ga het jullie laten zien. Ja, dit lieve mensen, dit servies. Ze hadden er helaas de dinerborden niet meer van, anders had ik die ook meegenomen. Maar hoe leuk zijn deze schaaltjes met dierenprint. Echt helemaal te gek. En die zijn dus dit kleinere maatje. En ik kocht dus ook deze grote variant ervan. Qua borden ben ik ook goed geslaagd. Ze hadden helaas die geprinte borden niet meer. Maar ik vond dus deze borden. Dit zijn dinerborden met een klein randje. Daarom heeft het een beetje een chique uitstraling. Dit is dus de Lund lijn. Dit is een beetje een taupekleur. Dit is een beetje een groenig-blauwige kleur. Deze is net weer wat lichter blauw taupe-achtig. En de taupekleur heb ik nog een keer. Waardoor het gewoon heel erg leuk mixen en matchen met elkaar op tafel. Zeker ook met die jungle lijn erbij. Dan vond ik deze leuke onderzetters voor op de tafel om de pannen op te zetten. Of wat schaaltjes op te zetten met wat lekkere salades voor een toastje bijvoorbeeld. Dit zijn de Teakwood Rustiek Plates. Dan deze te leuke melkkan. Hoe leuk is deze om wat bloemetjes in te zetten of andere decoratie die je hebt. Of gewoon om zo neer te zetten. Voor de kindjes heb ik al een aantal producten van deze lijn. Ik heb namelijk al een paar borden hiervan. Die zal ik dadelijk op neerzetten. Maar ik heb er dus ook deze saladeschaal bij gedaan. En bakjes voor chippies en fruit en dat soort dingetjes. Maar voor kinderen is het helemaal handig, want die gaan rondlopen met bakjes. En dan wil je natuurlijk niet dat je mooie jungle breekbare bakjes door de tuin heen gaan. Dan zijn deze heel handig. Voor hun kocht ik ook deze plastic bekers. Dit zijn een beetje van die mason jar-achtige bekers, maar dan van plastic. Met summer vibes erop. Ik heb 3 meisjes. Dus dan hebben ze allemaal hun eigen beker. Want je moet natuurlijk goed drinken met het mooie weer. En er kan best wel veel in. Ze mogen niet in de vaatwasser. Maar goed, het is natuurlijk zo omgespoeld. En dan hebben hun ook leuke bekers. Qua mokjes vond ik deze. En ik heb zelf deze al in het roze en lichtblauw. En die zijn echt geweldig. Inmiddels zijn er al 2 gesneuveld. Kan gebeuren, zeker in huishouden met kinderen. Maar nu hebben ze dus ook deze kleur. Dit is een beetje een donkerblauwe. En dit is een beetje een grijzige. En die staan natuurlijk er helemaal gezellig bij. Bestek. Dit is van dat campingbestek, noem ik het maar even. Maar wel heel makkelijk voor buiten. Lichtgewicht en heel erg vrolijk. En je kunt ze natuurlijk ook meenemen naar het terras, op de camping of naar een picknick. En ik vond de kleur ook gewoon te leuk. Dan voor de decoratie een hele gezellige kaars. Heerlijke geurkaars. Heeft een heel lekker luxe geurtje. Maar ik vind hem vooral ook heel gezellig om neer te zetten. Ik wilde eigenlijk lampjes op tafel zetten. Die had ik al
online gevonden, maar die hadden ze helaas niet. Dus het wordt gewoon een kaars. En we hebben in de tuin al best wel wat lampjes, zoals je de vorige tuin makeover video kon zien. Dus dan wordt het toch een heel gezellig geheel samen. Om de tafel mee te decoreren vond ik ook dit leuke windlicht om er kaarsjes in te doen. Deze heeft een beetje een bamboe eromheen. Heel leuk. En de tafeldekken doen we natuurlijk met een tafelkleed. En ik vond dit leuke mintgroene kleed van stof. Organic cotton is het. Met een heel leuk randje die een beetje zo is gehaakt of ik weet niet hoe je het noemt. Maar dat ziet er heel erg leuk uit. Met een tafelloper. En als je die met elkaar combineert, geeft dat echt een hele leuke, luxe uitstraling. En ja, weet je, na de barbecue gooi je ze de wasmachine in. En je kunt ze daarna weer gebruiken. Je houdt zo ook je tuintafel mooi schoon. En het ziet er ook gewoon heel gezellig en leuk uit natuurlijk. Oh ja, rietjes. Deze gouden reusable straws. Lekker duurzaam. Ziet er heel vrolijk uit bij je drankje. En zijn dus lekker duurzaam. En daar zit dus ook zo'n borsteltje bij om ze weer schoon te maken. Zodat je echt even goed er doorheen kan. Is ook erg lekker met smoothies trouwens. Om ze met zo'n glas, met zo'n rietje te drinken. Vind ik toch fijner dan die papieren rietjes persoonlijk. Dit zijn nog leuke servetjes. Met zo'n toffe Volkswagen busje in mintgroen. Staat natuurlijk helemaal in het sfeertje die we gaan creëren. En placemats. Hele leuke. Ik heb verschillende kleuren gedaan om het lekker een beetje af te steken. Dit is een beetje een donkere, maar met het lichtere tafelkleed is dat volgens mij wel heel leuk. Dit is een witte en hier aan de ene kant zie je gewoon een wit stiksel. En aan de andere kant hebben ze een soort zilver stiksel. Dus je kunt ze ook binnen gebruiken. Ik kan me voorstellen dat rondom feestdagen of voor binnen het leuk is om een beetje uit te pakken met zo'n glittertje. En buiten hier voor deze zou gaan. Dus je kunt hem neerzetten zoals je wil. Dan moet je natuurlijk goed drinken met het mooie weer. Lekkere karaf met water. Of een karaf met water met citroen. Met een muntblaadje erin. Komkommertje erin. Of wat fruit. En dan ben ik alweer, even kijken. Ja, aangekomen bij het laatste deel. Saus. Ze hadden geen yummy saus. En ze hadden ook een andere favoriete saus van ons niet. Volcano heet die, geloof ik. Dus die heb ik niet kunnen kopen. Wel de Belgische mayonaise. En daar zijn we echt dol op. Wij hebben familie in Frankrijk. Waaronder mijn Belgische zwager. Nu denk je echt van, ik snap het niet meer. Maar ja, wij houden ook heel erg van Belgische frietjes. En daar hoort deze saus bij. Dus wij zeggen altijd, dit is ome Rubens saus. Want die is Vlaams. Dus ook die heb ik gehaald. Nou, ik ga nu mijn tuin in. Ik ga die eettafel helemaal gezellig maken. En jullie gaan het gewoon zien. De before en de after. Dit is de before. Ik ben super blij met het eindresultaat van mijn gezellige eettafel. Ik vind het echt fantastisch geworden. Echt helemaal te gek. Vond je deze video leuk? Doe dan een duimpje omhoog. Zorg dat je geabonneerd bent op het YouTube kanaal van Action Nederland om geen enkele video te missen. Zorg ook dat je even in de beschrijving kijkt. Daar kun je vinden hoe je mijn YouTube kanaal kan vinden. En mij kan vinden op Instagram en kan volgen. Zou ik natuurlijk super leuk vinden. Laat ook even een reactie achter. Wat voor spulletjes jij hebt geshopt voor jouw tuin. Ik ben super benieuwd, super leuk om te lezen. Je kunt ook nog even de barbecue tips video terugkijken van mijn man. En de video terugkijken waarin ik de rest van mijn tuin makeover doe. Dat is ook heel erg leuk om nog even te zien. En dan wil ik je heel erg bedanken voor het kijken. Doei!